Goh, ik denk dat Westerlo een ploeg is die, die goed op elkaar is ingespeeld. Zij spelen bijna altijd met dezelfde elf. Ze hebben toch vorige week gewonnen op Beerschot, wat een goede prestatie is. Maar wij hebben hier thuis laten zien dat we onze voet ernaast kunnen zetten. En we zijn sindsdien toch altijd in stijgende lijn gegaan, denk ik. Dus ik verwacht wel een zeer spannende wedstrijd. Het is altijd leuk als trainer natuurlijk dat er een aantal spelers terugkomen. Hè. Amano is terug fit, Sette Witte komt terug uit schorsing. Ben Arouche die terugkomt van de nationale ploeg, dus je krijgt meer mogelijkheden. Dus dat is fijn om te hebben en ja, de plaatsjes worden duur. De selectie is zeer ruim, dus, maar dat is als trainer is dat goed. Ik heb liever te veel keuze dan geen keuze. Dus op dat vlak denk ik dat we toch wel met een sterk elftal aan de aftrap kunnen komen. Vandaar, we hebben vandaag terug binnenste buitenland een keer, laat ons zeggen, om te zien dat we hem toch niet sneller terug op het veld kunnen krijgen. Die resultaten zijn heel positief, dus we verwachten dat hij snel terug zal aanpikken bij de groep.